Zou je eigenlijk met elkaar moeten trouwen? Something in you, ooh, ooh. Ben je nog is... Ja? Zou je anders niks ook zeggen? Ik ben met Paulien. En prachtig. Dit haar en deze make-up en deze top. Hey babes, goedemorgen. Het is de dag na Lowlands, zoals je kunt horen aan mijn stem. En het formaat van mijn ogen verraadt ook wel wat. Nou, ik kijk ook in de zon trouwens. Ik ben alweer aan het werk. Ik ben om 9:30 begonnen, dus dat zijn wel pittige dingen. We waren denk ik om 2:30 lag ik in bed, zoiets. Dus ik ga het niet te bont maken. En om 4:00 heb ik nog een afspraak in de H&M showroom. En dan hou ik ermee op voor vandaag. Het was wel echt fantastisch. Het leek ook wel drukker dan voorgaande jaren. Ik weet niet of mensen dat ook hebben die er ook zijn geweest. Ik vond het op sommige momenten echt zo'n soort mierenhoop lijken. Met zoveel mensen en zoveel situaties waar je ook in stromen van mensen loopt. En een beetje verdrukt wordt of geen adem krijgt of niet meer kan bewegen. Een soort panic modus wel. Daar moet je altijd even aan wennen ofzo. Maar het hoort er natuurlijk ook bij. Ik vond het heel geslaagd. Het blijft toch wel een van de allerleukste festivals. Loved it. En ook heel leuk om Milan, mijn broer, zo met mijn vrienden te zien. En te kijken hoe dat allemaal zo goed blendt met elkaar. Dus dat maakt me ook wel heel blij. Ik ga nu even boodschappen halen. Snel wat eten maken voor de energie. En daarna ga ik op pad. Ik heb me even omgekleed, want die trui was toch te warm. Het is zulk gek tussenweer. Geen idee wat ik aan moet met mijn leven. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb deze top aan van Le Café Noir Studio. Van de collectie van Lizzie is dat. Super fan van. En zit gewoon heerlijk. Ik heb eigenlijk nooit t-shirts met lange mouwen. Dan heb ik altijd een trui aan. Of gewoon een t-shirt met korte mouwen met een jasje erover of zo. En ik vind het wel heel lekker. Lekkere kleurencombi ook. Ik heb mijn Levi's jeans aan die ik zelf heb gecustomized. Met allemaal sterren op de achterkant en op de zijkant. Super nice. En dit is een tasje van Sissy Boy. Wat voor mij een iets volwassenere versie is van de canvas tas. Die zijn toch al snel zo smoeselig. Dus dit is een soort rietenmandje in canvas vorm. I like it. Ik heb net wat Linda dingen weggewerkt. En ik ga nu nog even op één Linda decision broeden. Maar mijn schoonmakers komen nu. Dus ik ga het huis even uit. Anders kan ik me niet concentreren. Daarna snel naar de huisarts. Dan naar de H&M showroom. Dan nog wat meals en dan is het klaar voor vandaag. Ik ben in de showroom waar het al helemaal najaar is. Het is helemaal in een wereld gezogen van lekkere denims en mooie ruiten en truien en dat soort dingen. Ik moet zeggen dat ik daar best zin in heb. Hoe leuk is deze ook? Love it! Ik ga even wat looks samenstellen voor wat styling sets. Hoe tof zijn deze boots ook. Op kantoor en als ik dus werk vergeet ik heel vaak te filmen. Ik bedacht me ook dat ik volgens mij helemaal niet meer heb gefilmd dat ik maandag in plaats van chillen en bijkomen van Lowlands toch de hele avond heb gewerkt tot 10:00 s'avonds en gisteren ook tot 10:00 s'avonds. Dus ik was echt kapot vanochtend, ik kon bijna niet opstaan. Mijn stem is ook nog niet helemaal terug, back on track. Ik ben nu weer op kantoor en ik was hier al denk 2 weken bijna niet geweest. Dus ze hebben zich heel veel pakketten verzameld. Dit is echt de tip van de iceberg. Zouden jullie het leuk vinden om een keer een unboxing te zien van wat ik allemaal toegestuurd krijg van merken? Of denk je dan is het gat tussen jouw leven en mijn leven alleen nog maar groter. Hou het lekker voor jezelf. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik wil natuurlijk niet een soort van flashy doen met spulletjes of zo. Maar aan de andere kant kan ik gewoon niet alles aantrekken of in shoplogs kwijt of dat soort dingen. Dus misschien vinden jullie dat wel interessant om te zien. Waar ben ik allemaal mee bezig? Eigenlijk met veel projecten. Ik ben met de Bijenkorf op het moment aan het werken. We gaan een hele leuke styling sessie doen ook. Samen met Lizzie in de Bijenkorf Rotterdam. Met Fabienne Chapeau aan het werken. Met H&M aan het werken. En met L'Oréal. Dus achter de schermen ben ik daar druk mee bezig. En campagne ideeën aan het ontwikkelen. Of shoots aan het uitwerken. Of op draaidagen. Dat soort dingen. Ondertussen zijn ze dus aan het verven. Ik ben zo benieuwd. Ik heb vanavond shownieuws, dus ik ga om even kijken, zo meteen naar huis om even mijn kleren op te halen en de onderwerpen door te spreken en zo. Dus ik denk dat ik dan wel iets te zien krijg. Zo spannend. Hallo, hallo. Het is nu 7:30 en ik ben even bij Jordi. Omdat ze dus in mijn huis nog aan het schilderen zijn.
En ik moet naar Shownieuws. En ik dacht even mijn haar wassen. Je kan natuurlijk niet op zo'n net een klein beetje vette haardag daar gaan staan. Dus daar moet ik ook altijd over nadenken. Dus ik ben nu even helemaal naked faced en naked bodied. Jordi is vet lief een salade voor mij aan het halen. Echt heel lief. Ik had geen tijd om te eten of eten te halen. En dan begint daar weer een werkdag. On the road. Ik ben helemaal in een poging om die healthy lifestyle terug te pakken. En wat ook heel grappig is, ik was bij Jordi net waar ik dus geen make-up, geen kleren, niks heb liggen. Omdat mijn huis dus verbouwd wordt. En ik heb zijn parfum op, een mannenparfum van Gucci. En het eerste wat de receptionist zegt is, wow, wat ruikt je lekker. Kan dus gewoon prima. Ik ben in de make-up en op weg naar beneden. En het belooft echt wel een hele interessante show te worden. Want er zitten dus twee echt feministische onderwerpen in. Wat ik een hele toffe stap vind. Die ik show steeds vaker zie maken. En waar ik dan vaker voor mag aanschuiven. Eén gaat over borstvoeding en een soort van de mom-mafia op Instagram. En over hoe je het als moeder eigenlijk nooit goed kan doen. Als je nou geen borstvoeding kunt of wilt geven of juist dan weer te lang borstvoeding geeft. Er is altijd wel iets aan te merken op hoe je als moeder bent. Verder hebben we het over Asia Argento, die natuurlijk een voorvechter is. Een van de meest prominente kickstarters als het ware van de MeToo-beweging. Een van de eerste die Harvey Weinstein heeft verschuldigd van seksueel misbruik. En die zich daar heel erg over heeft uitgesproken. Zij wordt nu beschuldigd andersom ook van seksueel misbruik met een 17-jarige jongen. Maar het is natuurlijk een hele interessante vraag van wat betekent dat nou voor een MeToo-discussie? En daarover denk ik, of zij nou een monster is of niet, maakt een Harvey Weinstein niet minder een monster. Wat ook goed is om in gedachten te houden is dat onderzoeken regelmatig aangeven dat abuse ook iets is wat terugkeert en wat in een soort cycle plaatsvindt. Dus iemand die met fysiek, mentaal, seksueel geweld te maken heeft, is ook eerder geneigd om dat zelf bij iemand anders terug te doen. Ik weet niet of dat waar is en hoe dat zit, maar dat lees je regelmatig. En dat is ook wel goed om in gedachten te houden. En wat daar dan weer opvallend aan is dat de zaak van Asia en deze jonge jongen heel erg lijkt op wat haar is aangedaan door Harvey Weinstein. Eerst geïsoleerd van je familie, dronken gevoerd en toen gedwongen seks gehad. Dus nou ja, het is een interessant verhaal. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt. En ja, je hoopt eigenlijk voor iedereen dat het niet waar is. Maar dat weten we dus nog niet. Ik ben weer thuis bij Jordi. Het was echt een goede aflevering, vond ik. Er zaten veel onderwerpen in waar ik iets mee kon. Feministische onderwerpen, modetopics. Dus ik was heel blij. Het is toch lekker als een uitzending echt eentje naar je hart is. Want dan kan je een beetje shinen. Dus dat geeft een goed gevoel. Ik ga nu nog eventjes eten, want ik heb dus heel vaak honger na de show. Kost toch best veel energie en daarvoor kan ik meestal niet zo goed eten. Niet van de zenuwen, maar gewoon omdat het te vroeg is. En ik dan niet ontspannen genoeg ergens kan zitten en daar geen tijd voor heb. Dus ik ga nog even een kubitje eten. Wat ben jij aan het doen? Airbnb's checken of hotels. Goedemiddag alweer. Ik ben aan het lopen naar een afspraak die ik heb om een video op te nemen voor Linda. En ondertussen vanochtend ook aan Linda gewerkt, alweer aan het winterboek. Komt er ook aan, super cool. Om 7:30 heb ik nog een afspraak met mijn health coach, die denk ik heel boos gaat worden. En dan ga ik vrijdag met vriendinnen of vriendinnenweekend voor mijn verjaardag. En dan meteen aansluitend op zondag naar mijn moeders 60ste verjaardag. Dus heel veel regeldingen en details die allemaal in orde moeten zijn. Ik moet daar ook nog boodschappen voor doen. Ik moet nog een speech schrijven voor mijn moeder. Outfit klaarleggen, dat soort dingen. Dus ik ben een beetje gestrest. We hebben net gefilmd en dat ging goed. Het stond er snel op. En nu blijf ik bij barkantoor nog even doorwerken tot ik naar de volgende meeting telefonisch doorga. Ik zit in de auto met mijn schatje Kim. Want we gaan op birthday weekend. We gaan op birthday weekend. Ik twee was maanden na dato. Precies. Het voelt ook helemaal niet als een birthday weekend. Maar ik was natuurlijk jarig 7 juni. Toen hebben Kim, Lena en Nicole aan mij gegeven dat we naar een waddeneiland gaan. Dus we gaan nu naar Texel. Ze is nog nooit naar een waddeneiland geweest. Hoe dan? Hoe dan? Ik snap het gewoon niet. Ik heb wel het idee dat ik als kind 1 keer op Texel ben geweest. Maar ik weet niet meer zeker. Weinig indruk gemaakt. Volgens mij zijn we allemaal een beetje gaar. Ja. Ik voel me echt dat ik heel ziek aan het worden ben. Oh.
Jij? Oh, lekker. Als dat er niet is, hebben we wel een aanrijding, dus goed. Nee, gewoon lekker doorkarren. Lekker op de boot, met wijn. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem even de jaarvlog over met Lenis. Lenis, present. Hi. We zijn op de Wadden, met Jaas. Die is Waddenmaagd, want nog nooit op een wad geweest. Of één keer toen ze acht was. What? Jara, je bent in de vlog, Jara. Oh, wat leuk. Mijn batterij is op, dit meen je niet. Batterij is op. Ik heb geen oplader mee. Echt niet? Oh nee. Ah, ik ga stoppen dan met vloggen. Dit is weer helemaal kut. Sushi Lohan. Welkom. Yes, we hebben verjaardagsgroetjes. En we kijken Lindsay Lohan films. Toch de coolste chick ooit, 10 jaar geleden. Lekker dansen, funky pakken en day drinking. Oh, topdagje nu al. Kijk eens, Sex and the City. Ik ben half acht geboren. Oh, leuk. Ben je Amsterdam nog uit Leningen uitdrinken? Kijk, Sex and the City. We eten heel veel chocolade, chips en wijn drinken erbij. En we hebben het over onze bruiloften. Hey, Jesus. Laat het niet weten aan onze mannen. Oh, nee. Nee, zit je dit in die vlog? Oh, als je dit ziet, dan vervloekt hij me echt. Nou, Joost kijkt zeker geen vlogs, maar als je dit ziet, dan gaat hij me echt nog 3 jaar later vragen. Dus bedankt, ja? Bij deze vlog. Ik haal het wel uit. Ga dus eten. We hebben even voor Tessa's begrippen best wel funky kleren. Geef maar één. Oké. Iedereen moet even laten zien. Ik wil mezelf eerst. Al die leuke sterrenjurk. Met laarsjes? Nee, laat ik niet zien. Oh, dat alsjeblieft zien. Oké, ik heb heel koud, dus ik heb afgeknipt hier om. Ja, fabulous. We are fabulous, fabulous. Mm. Zo'n lekker oorbelletje. Mangootje, beste oorbellen. Zo overdressed. Zet, waar ben je? Ik kon wel mee. Jurk is red. Ze is rest in de stad. Zonder dieren dit keer. Hele goeie. Nou, dat weet ik niet. Hoe cute is het hier, hé? Dit is echt leuk. Outfit postcall. Ik ben helemaal fancy uit eten. Nog voor mijn verjaardag. En ik heb zo'n rode neus. Ik ben zo verkouden. Oh. Yes. Yes, queen. Ja. Niet zwart, hè? Dat is het nu. Lipa! Pas op. Het is echt heel gevaarlijk. Oh! Yes! Something in you. Ik ben op mijn 60ste verjaardag. Zo leuk, het huis vol familie en vrienden. Echt vreselijk gezellig. Ik ben even een beetje vergeten bij de vlog. Ik heb alleen een stukje van de speech van mijn opa van 91. Zo lief. En verder ben ik gewoon lekker hier. Familie. We zijn nu als laatste een beetje met het laatste groepje in de keuken natuurlijk beland met eten en wijn en dat soort dingen. Heel gezellig. Goedemorgen. Mijn mama's verjaardag was heel erg leuk. Echt zo genoten om haar zo blij te zien. Echt heel erg leuk. Het is toch familie zo belangrijk. En als je iedereen dan bij elkaar ziet, word je gewoon helemaal happy. Ik ben echt super gelukkig met mijn leuke familie en leuke gezin. En het is echt wel bijzonder dat iedereen het zo goed met elkaar kan vinden ook. We gaan ook bijna samen naar Italië. Mega leuk. Vandaag ga ik met Laura Pontecorvo, die jullie natuurlijk ook goed kennen, een shoot voor L'Oréal doen. Heel veel zin in. Ik heb haar al lang niet gezien en zij is ook zo'n leuk, vrolijk mens. Dus daar heb ik heel veel zin in. Verder weet ik even niet uit mijn hoofd hoe deze dag eruit ziet. Dus eerst maar even op naar de shoot.
klaar en ik zit in het hosten om te werken. Ik had helemaal geen zin om te werken, dus ik dacht ik ga gewoon hier naartoe. Gewoon eens lekker koffie drinken en ik voelde het ook alsof ik iets leuks aan het doen ben. Ik word nu wel een beetje gek van de muziek. Wel goed haar vandaag. Niet wassen tot morgen. Yes! Luipaardprint kan een mens ook op één plek hebben. Ik ben bij Jordi en we gaan lekker Indonesisch eten van onze favoriete Ibunda. Als jullie nog lekkere afhaal- of bestelrestaurants weten in de Aziatische sferen, laat het ons zeker weten. Ik vind Ibunda heel lekker. We gaan dan tv kijken, dingen terugkijken. Lekker gewoon even brein op nul. En dit is mijn to-do-lijst voor vanavond. Met 12 punten erop. Ik heb er nu 4 als prioriteiten gemarkeerd. En daarna ga ik stoppen. Dat heb ik bedacht. Proberen. Chill hoe je deze bak om hebt gekeerd. Ziet er echt goor uit. Maar het is zo lekker. Pittige boontjes, rijst, kip. Oh, 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 oh. Hoe blij word je altijd van die Ibunda? Mega super blij. Ja, hè? Dat zijn maar best wel mijn homies. Vandaag zei ik, we hebben niet te veel Ibunda gegeten in ons leven. Toen zei jij... Hebben we ooit te veel Ibunda gegeten in het leven? Wanneer gaan we ooit stoppen met Ibunda eten? Nooit. Maar ze zijn dus wel aan het downsizen in porties. Ja, ze waren altijd dat echt de hele rand van het bord vol lag. En nu is het meer van, doen nog maar wat scheppen. Drie scheppen van dat. En nu is het toch wel een beetje... inklinken. Mega groot bord. Eén portie. Maar het was nog meer dat je echt 2 keer kon eten ervan. 2 porties, dat was top. Een hele goede morgen. Ik ben nog steeds super verkouden. En ook iets leuks aan het doen. In mijn kluspak. Met Jessie. Jessie, laat je. Goedemorgen. Hallo. We gaan nog even de laatste finishing touches voor de interieur makeover serie schieten. Namelijk een hele leuke intro met Bob de Bouwer, helm. En hamer en zo. Zulke geeks zijn we dan ook weer. Dat we denken, oh ja, daar willen we zoiets bij bedenken. Dus dat zijn we nu aan het doen. En ik ga zo even de voiceovers van mijn before en after video inspreken. Ik weet niet of die al online is als je dit ziet. Maar dat moet nog gebeuren. En daarna ga ik racen naar het station. Omdat ik naar Antwerpen ga voor een event met Mary Jo. Tot in de avond. Leuke dingen. In de auto naar een event in Antwerpen. Met een lange treinreis gehad waar het bloedheet was. Dus ik ben helemaal glimmend geworden. Gelukkig is daar Fysiologie aanwezig. En Nicole is er ook, want die doet de styling van dit event. En ook van mij voor dit event. Dus dat is heel erg leuk. Op de een of andere manier werken we heel erg in dezelfde business en voor dezelfde mensen. Maar bijna nooit samen. Dus dit maakt het meteen 10 keer gezelliger natuurlijk. Wat heb ik vandaag aan? Een truitje met hier wat tekst, namelijk Amour. Mijn vintage 501's die gecustomized zijn met luipaard lovers. Kan je die zien? Een beetje. En deze tas. Hand op zoek. Ik kom nu aan bij een geweldig landhuis, een kasteel. En in het hele lieve tuinhuis midden in het bos is nu het event. Het ziet er al fantastisch uit. Ik heb meteen allemaal fantasieën ook over hoe het leven hier was. 100 jaar geleden in zo'n kasteel. Kijk welke engeltjes hier. Hoe heet dat sprookje ook weer? Rapunzel. Yes! Hey! Wat leuk! Cool, ik heb mijn style. Ja? Heel subtiel, super sexy. Ik denk dat dit staat je altijd heel mooi. Ja, zeker waar. Lekker figure hugging is dat, ja, hè? Ja, toch? Ja. Ik vind de kleur heel mooi. Zo'n koekje en champagne. Lievelingseten. Ja. Vind ik ook te gek. Heel mooi, met een pantalon. Ja, gorgeous. Of, ik vind ook heel te gek, is deze slipdress. Oh, die voel ik wel ook, naked hoor. De dress van Carrie. Zou ik die eerst aan doen? Ja. Ik moet ook plassen, dus dan... Doe dat ook eerst. En ik heb nog meer pantalons en mooie champagne-hempjes. Gorgeous. Ja. Dit is helemaal het thema inderdaad. Ja. Het haar en de make-up zitten goed in. En op. Hey. Hallo. Dus nu die kleding.
met Nicole Huisman Productions. Zit hier op de grond? Nicole ja. On the Floor Productions. Drop to the floor. Is wel een mooi ooglookje. Zij heeft een beetje rosé tintje hier aan de binnenkant gedaan. Zo mooi. Ik ben hier aan het filmen in deze leukste set ever. Nicole is al in een eentje over een altaar gelopen. Ik zag een altaar, ik dacht ik ga er gewoon even doorheen. Ja, ik schaam me echt dood. Maar ik heb helemaal wedding vibes. Ik heb echt zo de ijdele hoop dat Jordi hier opeens is. Ik kan hier geen uitspraak over doen. Paard. Die zou echt bloednerven. Ja, ik heb ze net naar Jordi en werd helemaal zenuwachtig van. Wij zijn hier echt stappen verder in dan mannen in ons leven. Ja, we zouden eigenlijk met elkaar moeten trouwen. I do. I do. Is dit een aanzoek? I totally would. Ik wil wel met jou trouwen. Maar eigenlijk vind ik dus ook dit buitenhuisje leuker dan dat megakasteel. Ben je nog aan het filmen? Ja? Oh ja. Wil je anders niks zeggen? Ja, is toch? Ja. Oh, ik vind het zo mooi. Ik vind het ook heel leuk. Ik zou ook, gewoon in die zuilingkamer zou ik gewoon prima kunnen wonen. Ik en ook. In de rest van het huis. Zeker. Ja. Dit is wel echt wat voor huis je zou willen, toch ooit? Nou, heb je dat kasteel hiernaast gezien? Moet je veel hard werken nog, ja. Ik kom wel bij jou in de tuin wonen, is goed. Hoe prachtig. Zo romantisch. Dit haar en deze make-up en deze top en deze Tiani. Oh, hi! Look at this beauty. We hebben goed matching haar ook bij elkaar. One of my maid of honor. Yes! Ik ben met Paulien en we hebben cocktails. Slijmerige pompoenmoes cocktails. Zijn ze lekker? Ze zijn wel echt lekker. Ze zien er raar uit. Ja, dat wel. Hoe moet je erin? Vet cute. Heel cute. Heel en Paulien is ook net haar huis aan het verbouwen, dus we gaan even bonden over onze gedeelde ervaringen. Renovation talk. Spannend. Je hebt net je keuken gedaan, zo mooi. Thanks. Echt. Het duurde heel lang. Ja hè? Ik had me zo verkeken, ik dacht echt, je koopt echt twee tegels en een verfje en dan is je huis helemaal anders. En vooral het verfje, maar het voorbereiden van het verfje. Oh. Ja joh. Nee, verschrikkelijk. En maar nu, hoe ga je je kantoor helemaal inkleden? Oh, ook zo moeilijk. Ik verander elke dag van idee. Ja. Maar ik denk, ik heb beslist, ik heb zo'n betonvloer, cement, ja. Om die terracotta te verven. Oeh, vet. Ja, en ik heb een roze marmer bureau. Het wordt wel eclectisch. Klinkt fantastisch. Spannend. Is het moeilijk om in Antwerpen een huisje te vinden? Ja. Ja? Ja, maar ik denk Amsterdam nog wel moeilijk. Ja, denk ik. Het is niet te doen, joh. Het is vreselijk tegenwoordig. Ja, het is nog betaalbaar, maar het is ook niet super makkelijk. Oké. We hebben geluk gehad. Ja.